Het vertrouwen is eigenlijk te groot. Dus wij zijn aan het klagen. Dat is trouwens ook interessant. Je hebt het net over vertrouwenscrisis. Wij zijn aan het klagen over een vertrouwenscrisis. Alsof dat een probleem zou zijn. Nee, je kan ook zeggen, de vertrouwenscrisis is nog niet groot genoeg. Ja. Die moet nog groeien. Er mag wel meer wantrouwen bij komen. Ja. Absoluut. Er moet nog meer. Er is een in Europa is een te groot vertrouwen in de politieke leiders. Dat is eigenlijk het probleem. Ja. De vertrouwenscrisis is nog te klein. Ja, maar heeft dat misschien ook niet een soort van cultureel dingetje te maken ten opzichte van, als we kijken naar Amerika, dat in Europa natuurlijk, nou ja, grote delen van de bevolking natuurlijk ook leunen op wat de overheid doet. Ja. Het wordt allemaal gefaciliteerd. Dat je af en toe misschien wat meer een soort van libertarische slag mag hebben. Dat mensen even wat meer die zelfredzaamheid, want dan ga je natuurlijk wel meer rankeneus worden richting de politiek. Ik bedoel, in Nederland zie je wel natuurlijk dat ondernemers vaak altijd als eerste zijn die klagen over van alles. Ja, het is misschien in de Verenigde Staten zitten ze natuurlijk toch nog een beetje. Ze stammen af van die mensen die met die huifkarren daar een beetje naar de frontier gingen en een stukje grond afbakken. Precies, die moesten gewoon alles zelf doen. Een beetje vechten met de Indianen en zo. En dan. Ja. Dat is het inderdaad, ja. Dus hier in Nederland zijn we misschien gewoon. Ja, decadent. Ja, decadent of een beetje te lui geworden dat al die sociale voorzieningen, ze zijn er maar. Het is een vanzelfsprekendheid. Ja, ja. En nu zijn we natuurlijk aangekomen dat het niet meer vanzelfsprekend is. Want alles kraakt. Nee. Nou, let's hope. Ja, dat moet ik aan denken. Ja, ja, en mijn volgende vraag is eigenlijk. Nou ja, wat doet het met u als iemand vanuit Nederland, ik ga geen namen noemen, maar we kennen allemaal bepaalde Europarlementariërs, en die lopen te klagen over wat er in Hongarije of Polen gebeurt? Van de rechtsstaat wordt ondermijnd, het gaat er achteruit. Zo u net bijvoorbeeld zei van voor het volk, door het volk. Ja, ik vind dat er heel veel te leren valt van Oost-Europa. Ik vind dat er heel veel te leren valt van Hongarije. Heel veel te leren valt van Polen. Dat zijn natuurlijk ook, we hebben het net over de culturele achtergrond van een bepaald volk. Kijk, die Hongaren, die weten wat het is om onder communisme te leven. En die hebben zich ontworsteld aan dat communisme. En die kennen dus hele vastgeroeste bureaucratische structuren. Die over hen gesteld zijn, daar hebben ze mee weten te dealen. En daar hebben ze zich van losgemaakt. En die hebben vaak een veel kritischer houding ten opzichte van de bureaucratie dat in West-Europa het geval is. Dus ik vind het allemaal zeker niet gek wat het daar gebeurt. We hebben het net over die grenzen gehad. Ze beschermen hun grenzen eigenlijk veel beter dan die West-Europeanen dat doen. Die vertrouwden maar op dat die meneer Leiters dat voor ze doet, wat hij dus niet doet en wat hij ook zelf zegt dat hij niet doet. En dat laten we eigenlijk ook maar zo. Yeah. Maar dat is natuurlijk in Hongarije is dat helemaal niet het geval. En dat betekent dat je een veel grotere culturele homogeniteit ook kunt bewaren in die landen. Een van de grote problemen met massamigratie is ook het verdampen van de specifieke aardige eigenaardigheden van de nationale cultuur. Die cultuur die wordt aangelengd met eigenlijk allerlei andere, vaak helemaal niet zulke goede culturele invloeden. Ja. En dat heb je in Hongarije veel minder. Hè, om een voorbeeld te noemen. Hè, we hebben dus nu, we zitten nu met een discussie over die Holocaust herdenking. Ja. En we zitten hier trouwens in Utrecht. En hier in Utrecht is er een instelling waarbij men, instelling van hoger onderwijs, waar gepland had om colleges over de Holocaust. Omdat ze. Om dat te organiseren. En dat hebben ze weer. Ze hebben weer gezegd, nee, doen we toch maar niet. Want het is allemaal nu te controversieel. En nu zeggen we, dat mag weer wel. Maar er is een hele discussie is er over ontstaan. Ja. En dan zijn er ook verschillende Nederlandse mensen uit publieke debat en politici die zeggen, oh, wat erg toch dat die Holocaust-herdenking nu, dat die van karakter eventueel gaat veranderen, of dat die Holocaust-lezingen niet gegeven kunnen worden in de school. Maar ja, dan is het natuurlijk de volgende vraag. Ja, wat dacht je? Dat je open grenzen kunt houden en allerlei mensen kunt importeren uit landen waar helemaal geen Holocaust-herdenkingen worden gegeven. Wat is de laatste Holocaust-herdenking in Marokko, in Tunesië, in Egypte, in Turkije? En
Die zijn daar natuurlijk niet. Dus als er allemaal mensen uit die cultuur in Nederland komen, zich daar vestigen, dan nemen ze die cultuur natuurlijk mee. En dat betekent ook iets voor die Holocaust-herdenking. Die is er niet meer, die Holocaust-herdenking. Over 5 jaar over 5 jaar van nu is die er niet meer als je die grenzen openhoudt. Nou ja, daar kan je iets van vinden. Maar bediscussieer dat dan maar openlijk. Maar ga niet denken dat die migratie geen gevolgen zal hebben voor de cultuur in Nederland. Die zal drastisch veranderen. En dat moet je willen, of je moet het niet willen. Maar je moet het in ieder geval onder ogen zien. Dat lijkt me realistisch.